Met Linda Kinaar. En goedemorgen met Wil van Delft van Bramma Delsblauw. Goedemorgen, Wil. Goedemorgen. Belinda, hoe gaat het met je? Ja, goed. Het is een lastige tijd, maar ja, weet je, we blijven positief en hopen dat het gauw weer los kan. En ondertussen zijn we met allemaal leuke dingen bezig, dus op zich, ik mag niet klagen. Nee, je mag ook niet klagen, want wij hadden 2 weken geleden, hadden we hier nog als een speciaal schijf, de Troetelaar van de Week, heel de week gedraaid, die single van Samen met Mooi Werk. Wat een mooie single is dat. Dankjewel. Ja, het is eigenlijk wel eens wel grappig hoe dat gelopen is. Dat liedje heb ik met Mooi Werk in het Amphion gedaan, met de laatste show die ik gedaan heb. Ja. Dat was in 2019. En dat liedje is een beetje, dat hebben we op YouTube gezet. En dat is een beetje zijn eigen leven gaan leiden. Mensen vroegen van, waarom breng je dat liedje niet uit met hun? En, toen zijn we heel snel gaan schakelen. En hebben we nog wat koortjes eraan toegevoegd en hier en daar een beetje nog bijgewerkt. En toen hebben we hem uitgebracht. En hij gaat als een speer, gaat lekker. Ja, als je het nummer goed luistert, hè, dan klinkt het toch een beetje, ja, ik zeg niet dat het helemaal is, maar toch een beetje akoestisch. Ja, dat was het ook. Het was een gitaartje, twee gitaren, een basgitaar en de drums en de zang van de jongens. Dat was het. Ja, maar hoe is dit idee tot stand gekomen om dit nummer te gaan brengen, terug in de tijd? Nou, ik heb ik heb nu 2 shows gedaan. En voor iedere show heb ik om de show een beetje aan te starten, heb ik een liedje uitgebracht. En in de eerste show was dat met Wolter Kroes, Oneindig. Ja. En bij deze show was het de bedoeling dat ik dat met Mooi Werk zou doen. We zouden ook een clip bij maken, dus we hadden alles al bedacht. Maar jongens, we hadden het zo druk net voor die show dat het, ja, het is gewoon niet gelukt om dat toen uit te brengen. Ja. En omdat die jongens in mijn show zaten, hadden we zoiets van, nou weet je, dan gaan we het gewoon in de show doen. Dan hebben we in ieder geval alles wat mooi geregistreerd door camera's. Dus dan kunnen we het op die manier misschien uitbrengen. En we hebben toen ook niet gerepeteerd. Het is allemaal, op het podium is het gebeurd. En de chemie was echt perfect. Dus ja, hoe dat gelopen is wel heel bijzonder. Ja, maar dat hoor je ook in dat nummer. Van mijn gevoel, het is een mooie, spontane, dat hoor je. Oh, dat vind ik gaaf. Dank je. Ja, ja. Dat is ook het leuke, denk ik. Omdat, ja, het is een beetje gekscherend. Het gaat erover dat, dat de liefde niet altijd vanzelf gaat. En Mooi Werk, het zijn natuurlijk hele stoere jongens. Ja. Dus dat past ook bij hun, een beetje dat ondeugende. En Arnold Kuik, de gitarist van Mooi Werk, die heeft de tekst geschreven. Ja. Ik heb het hier en daar een beetje aangepast. En dus met Betje samen gezongen. En de chemie was gewoon geweldig. Ja. We hebben heel erg gelachen. Ja. Als je toch gaat kijken, Belinda, erg positief bedoeld, heb je toch al een mooie carrière achter de rug? Ja, dat is echt zo. Dat is echt zo, Wil. Daar ben ik wel heel dankbaar voor. Dat ik in zo'n korte tijd, want ik ben natuurlijk wat is het? 6 of 7 jaar ben ik nu solo bezig. Ja. En als je ziet wat we in die 6, 7 jaar allemaal al neergezet hebben. Dat is wel bijzonder. Dat is wel bijzonder. Maar ik moet zeggen, ik ben ook niet van het stilzitten. En het leuke is, als je ervoor open staat, dan komen er altijd mooie dingen op je pad. Dus, en dat is met dit liedje gebeurd. En ik ben nog met 2 projectjes bezig. Met een kunstproject met Mirjam Vleugels. Mm-hmm. Mirjam is kunstenares. Die heeft in het programma Schilderen met Sterren, zeg ik het goed? Ja. Heeft zij, dat is op Nederland 1, is dat altijd die uitzending. Heeft zij René Leblanc heeft ze geschilderd. En René is natuurlijk op het moment booming op televisie, op radio. René heeft een leuke vriendschap eraan overgehouden samen met Mirjam. Ja. René, die hebben wij ontmoet natuurlijk bij Edwin en Koen van Hoevelaar. Toen zat hij nog daarbij. Mm-hmm. En Mirjam, die kwam bij ons op visite.
Want die had verkering met de drummer van mijn begeleidingsband. Ja. En toen kwam te sprake dat René een heel mooi liedje geschreven had. En ik wist niet dat René ook liedjes kon schrijven. Dus het liet ze me horen. En ik zei, nou wauw, dit is wel een verschrikkelijk mooi liedje. Ja. En ze zegt, ja, René die kan het niet opnemen omdat hij nu op het moment Engelstalig zingt. Ze zegt, Belinda, zou jij dat willen doen? Ik zeg, nou, dat lijkt me helemaal geweldig. Laten we dat gewoon doen. Dus we hebben de kop bij elkaar gestoken en allemaal muzikanten hebben het ingespeeld. Allemaal vriendjes van ons. En ja, dat is prachtig geworden. En als het goed is, is dat binnen nu en een paar weken ook te zien op SBS. In het programma Ik Geloof in Mij. Ja. Dus ja, dat zijn wel mooie dingen die allemaal zo op mijn pad komen. Ja. En ik heb natuurlijk nog met Henny Thijssen heb ik vorig jaar een duet opgenomen. Henny heeft een heel mooi album uitgebracht. Of nee, die gaat hij uitbrengen, die heeft hij opgenomen. Henny is natuurlijk de winnaar van The Voice of Holland, senior. En ja, dat is echt een prachtig duet. En dat over 2 weken komt hij uit. En ja, echt, daar ben ik ook heel, heel erg trots op. Dus ik ben benieuwd wat het allemaal gaat doen. Jij bent volgens mij een ongelofelijke trotse zangeresvrouw. Ja, dat ben ik zeker, Wil. Ja, dat ben ik echt. Ja, ja, weet je, je probeert iets, je gaat iets doen in je leven en je weet... Ik heb mezelf echt in het diepe gegooid. Want ja, ik kwam uit een goedlopende band en dan ga je solo. Dus ja, je weet niet, er zijn zoveel zangers en zangeressen. Dus het is, ja, het is best wel een ding geweest om dat te gaan doen. Ja. En ja, ik ben super dankbaar dat ik het gedaan heb, dat ik die stap heb durven zetten. En dat het ja, dat het zo voorspoedig loopt, dat is, ja, dat is erg bijzonder. Ja, maar mooi. Jij bent ook sterk in duetten, hè? Want ik draaide zojuist voor het gesprek nog dat duet met Ronnie Tober, Geluk. Ja, leuk hè? Oh ja. Ja, ik vind duetten ook heel erg leuk, omdat je, ja, je doet het samen, dus je krijgt dan nog meer chemie. En ja, met Ronnie, kijk, Ronnie is natuurlijk al een hele goede vriend van ons, samen met zijn man Jan. Yeah. Die kennen we al jaren. En we zitten heel vaak zitten we bij elkaar, lekker met een borreltje, een hapje. En dan komen er spontane dingen, zoals duetjes opnemen. We hebben er nu samen 3 opgenomen. Het zijn van die kleine dingen, Geluk. En afgelopen december hebben we een kerstsingle hebben we uitgebracht. Ja, dat en dat was ook een spontane actie. Van God, Blind, zullen we eens een keer wat met een kerstliedje gaan doen? Ja. En dat is ook zo mooi geworden. Ja, geweldig. Ik had ook gedacht, bij die show van jou, daar stond George Baker. Ik dacht, hey, misschien Belinda ooit met George in de wet. Oh, ik zou niks liever willen. Ik weet het niet. Ja, dat zou wel geweldig zijn, want ja, George Baker, of Hans, en zijn vrouw Blanche, het zijn ook vrienden van ons. Het zijn ook super lieve mensen. Ja, je weet nooit veel hoe een koe een haas vangt, zeggen ze wel. We zien wel wat er op ons pad komt, wie weet. Ja, daarnaast heeft jouw man, Patrick, ook volop succes momenteel. Ook weer een prachtige nieuwe single uit. Met het trio, hè? Ja, met Ancora. Ja. Ancora, ja, sorry. Ja, Ik kom niet over die naam. Ja, dat geeft niks, want dat heb ik ook. Dat hoort bij jou, bij de leeftijd. Ja. Zo af en toe dan ontsnapt er iets uit je hoofd. Maar, en je kunt ook niet alles onthouden, hè, Wil? Nee. Je hebt zoveel artiesten natuurlijk in je programma. Maar ja, Ancora, daar ben ik ook wel heel erg trots op. Want die jongens die... ja, die werken ook keihard aan hun carrière. Die hebben natuurlijk heel veel succes ook met alle liedjes die ze al gedaan hebben en de theatershows. Dat dit liedje, The Wellerman, dat is eigenlijk, ja, dat was gewoon, dat lag op hun pad. Ja. Dat is, The Wellerman is natuurlijk al een hit in de grote hitlijsten in Nederland, maar ook wereldwijd. En ja, dat liedje moesten ze gewoon opnemen, want dat paste perfect bij hun repertoire en waar ze voor staan. En dat het dan bij 538 opgepakt wordt en op nummer 1 in de hitlijsten, ja, dat is geweldig. Dat is eigenlijk een bekroning op al het werk wat ze al die jaren gedaan hebben. Ja, dat vind ik echt geweldig.
Dus als ik het goed geluisterd heb, Belinda, dan gaan we binnenkort nog niet zo lang wachten dat we een keer weer een duet gaan horen. Jou met Henny Thijssen. Ja, mij met Henny Thijssen, ja. En dat is een hele bijzondere chemie. En het is een heel, ik vind het ook een heel apart en bijzonder liedje. Het is een beetje, ik vind het een beetje die 80's sound. Ja. Dat zit erin. En het is een ballad. Dus, en alles zit erin. Het is een hele mooie productie gemaakt door Edwin van Hoevelaak. En ik ben erg benieuwd wat de mensen ervan vinden en hoe het opgepakt wordt. Maar ik heb er een heel goed gevoel over. We gaan eerst tot een keer terug in de tijd draaien. Op deze single, moet ik ook zeggen, heb ik veel positieve reacties gekregen. Oh, fijn. Ja, wat ik ook hoor, het is natuurlijk, we zitten nu in die rocktijd. Dat mensen, het geeft mensen ook een beetje kracht. Omdat de tekst is natuurlijk, gaan we terug in de tijd, toen alles nog fijn was en dat we elkaar nog mochten huggen en mooie dingen konden doen. Dus ja, het is, dat is wat de mensen oppakken. En ik denk dat daarom dat liedje ook zo'n groot succes is. Ja, want je hoort jouw stemmetje hoor, terug in de, of kun je dat niet? Sorry, dat heb ik niet verstaan. Je hoort jouw stemmetje dan zo duidelijk, hè, van terug in de tijd, als je op het moment als je dat zingt samen, dan ja. Jullie die stemmen, dat past zo mooi bij elkaar. Ah, oh, fijn. Ja, maar dat was ook een dingetje. Kijk, want je zingt natuurlijk met mannen. Ja. En mannen die kunnen niet zo hoog zingen, dus ik moest voor mijn gevoel best wel erg laag. Maar ik heb het geluk dat me dat ook nog wel lukt, die lage partijen. En dat maakt het ook weer een hele relaxe plaat. Het is, niet, het is geen geschreeuw, of, het is allemaal heel, heel fijn en relaxed. Ja. Oké, we gaan hem draaien, Belinda. Ik vind het weer erg leuk je gesproken te hebben. We gaan nog niet meer lang wachten voordat we elkaar weer gaan spreken en we straks de wet uitkomt. Ik wens je nog een heel fijn weekend en bedankt dat je vanmorgen live hier bij ons in het programma was. Ach Wil, ik heb het zoveel plezier gedaan. Dus iedere keer weer gezellig met je. En ik denk dat jullie beter weer is als hier. Dus ik zit ook al een beetje aan mijn gedachten in het prachtige Spanje. Ja, we zullen een beetje zomerweer, die kant op sturen. Ja, Doe maar. En die warmte ook graag. Ja. Hé, hey, Belinda, je mag hem zelf aankondigen, de single. Dan gaan we starten. Ja, dankjewel, Wil. Nou, lieve mensen, ik wens jullie een hele fijne dag. En ik hoop dat jullie met ons mee teruggaan in de tijd met het prachtige, mooie werk. Fijn weekend nog. Groetjes en groetjes aan Patrick. Dankjewel. Doei. Hoi, hè. Doei. Doei. Doei.